Het orkest van het Groene Hart bestaat dit jaar 35 jaar. Dirigent is Jim Benjamin Roodnat. Het orkest bestaat uit 31 amateurleden. In minimaal 2 keer per jaar treden ze op voor publiek, waarbij het orkest wordt aangevuld met een aantal enthousiaste professionals. Linde Holleman en Harry van Opstal van het orkest van het Groene Hart. Jullie bestaan al 35 jaar. Dat klopt, ja. We vieren dit jaar het jubileum. En hoe gaan jullie dat vieren? We hebben sowieso dit voorjaar, dus 18 en 25 mei, concerten in Woerden en in Bodegraven. 26 juni houden wij een open repetitie, dat mensen die geïnteresseerd zijn kunnen meedoen. En we hebben op 23 november nog een Scratch Messiah, waarbij amateurzangers onder de leiding van de dirigent een partij kunnen instuderen. Je zegt een Scratch programma? Dat is op de uitdrukking from scratch to concert, ja, in feite. Dus dat je van nul af aan begint en op het eind van de dag meedoet aan de uitvoering. Dus dat is wel heel uitdagend. Lina, jij mag ook meedoen. Ja, ik ga solo spelen met het orkest, met het strijkorkest. En dat stuk is op zich wel, het is een bijzondere compositie, want saxofoon en strijkers komen niet vaak voor samen. Dus dat is wel bijzonder. Uit hoeveel leden bestaat het orkest? We hebben momenteel een kleine 35 leden. En dan op alle geledingen. Dus viool, altviool, cello en blazers, hobo, klarinet, fagot, trompet, trombone en hoorn. Dus een compleet orkest. Ja. En jullie zijn allemaal amateurs? Ja, klopt. Behalve de dirigent Jim Roodnat, dat is een professioneel dirigent die elke week onze repetities leidt en de concerten. Wat is er zo bijzonder aan het Orkest van het Groene Hart? Dat we sowieso het enige symfonieorkest zijn in West-Utrecht. Dus tussen Gouda, Alphen en Utrecht, dat middengebied. En bovendien dat we al lang bestaan in feite en steeds bloeiend zijn. Dus er is altijd belangstelling voor, blijkt. Terugkomen bij Linda. Jij bent van het klooster. Jij bent een van de talenten daar, begrijp ik? Ja. Ja, ik begrijp dat je, laten we zeggen, niet volmondig ja zeg, maar je behoort wel tot de meest getalenteerde mensen. En daarvoor ben je ook uitgenodigd om deel te nemen als solist aan dit prachtige concert of concerten. Wat ga je precies spelen? Ik ga een stuk spelen van Glazunov. En ja, dat is dus voor strijkorkest en altsax. En jij speelt altsax. Ja. Waarom eigenlijk? Goede vraag. Volgens mij was ik toen ik net wilde beginnen met saxofoon, toen zei ik tegen mijn ouders van ik wil saxofoon spelen en zo zit het. Dus toen ging ik naar de fanfare in Linschoten. Wat gaan jullie spelen in mei? Althans, deze maand? Ja, in het komende programma spelen we een heel divers programma. Echte feestmuziek, dus bijvoorbeeld een wals van Strauss, maar ook een heel vrolijke symfonie van Haydn. Een Hongaarse dans van Brahms, Dans Macabre van Saint-Saëns, dat is meer een dans met een knipoog. En dus het altsaxconcert en ook nog een solostuk voor 2 violen met strijkorkest van Bach. En daar spelen onze 2 eerste violisten Ariane Intveld en Bea Selman in. Die gaan ook soleren. Klinkt fantastisch. Ik wens jullie heel veel succes toe. Dank u wel. Thank you.
De jubileumconcerten worden gegeven op zaterdag 18 mei in de Kruiskerk in Woerden en op zaterdag 25 mei in de Ontmoetingskerk in Bodegraven. Kaarten zijn aan de deur te kopen.